Oké, dit is een stelling, geen vraag. Een ondernemer ben je of word je? Ma. Oké, een ondernemer of word je? Jij wel, ja. 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 Je wordt een ondernemer. En zoals jij, jij bent het gebend en geworden. omdat je bij de pak liever hebben moet je ergegeven. En je hebt eigenlijk van kleins af aan, zoals je aangaf, jullie moesten altijd werken voor je zakgeld. Ja, ook voor het zakgeld moesten we werken. Altijd. Ondernemerschap. Het was niet zo zitten thuis en je kreeg, ik 5 gulden per week of zoiets. 5 gulden, dat was veel later, jongen. Ja, dat was later, ja. Je moest er altijd voor werken. Ja. Elke ochtend opstaan, je kamer opmaken. Daarna moest ik ontbijt maken voor iedereen. Ja. Ja, want ik moest als eerste opstaan. Dus mijn vader maakte me als eerste wakker en moest ik opstaan. En dat was mijn werk. Ja. En als middags bladeren harken onder die bommerakboom. Ja. En daarvoor kreeg ik wat zakcentjes. Yep. Dus als je het aan mij vraagt, deze stelling, ik ben het. Ja. Ik had geen keus. Ja. Gelukkig. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.